Dan. Wauw, wat een intro. Dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 99 van Disneycraft. 99, wat een mooi aantal. En ik zit hier op een plek die jij nog nooit hebt gezien. Speciaal voor jullie gaan we dingen laten zien die jullie nu voor het eerst gaan zien. En als ik zo om me heen kijk, dan zie ik een dino. Hallo. Hallo? Wat? Hallo, wat doet u hier? Nou, dat kan beter jou vragen. Wat ben je allemaal aan het doen, dino? Leroy! Buiten rusten! Ik rust uit! Nou, Leroy. En wat heb je allemaal gedaan? Ik ben al heel lang bezig aan van alles en nog wat. Oh, dag meneer. Kijk, er is een Marvel, die wil je gelijk gaan helpen, zie je dat? Ja. Nou, netjes. Hoi. En ik zie... Oh, er staat iemand bij de snacks. Even kijken hoor. Dag meneer. Meneer, hallo? Hallo? Wat? Sorry. Aan het kijken welke keuze ik moet maken. Oh, en heb je al een beetje een keuze kunnen maken uit deze DC snacks, als ik zo even kijk? Ik denk dat ik voor de DC cola ga. Oh, lekker. Heb je munt bij of niet? Ja, ik heb wel wat kwants. Oké, als je wat kwants hebt, die moet je gewoon in die... die moet ik niet. Die moet je daarin gooien. Ik heb al. Veel plezier. Dank je. Ja hoor. Hallo meneer de Belgisch zit er om op de Belgenstoel. Is dit de Belgenstoel? De Belgenbank. Ja, de Belgenbank. Ruik je dan niet? Ja. Ja, ik ruik frituur, vet. Ja, correct. We wassen ons haar ermee. Je mag erbij als je het graag ruikt. Nee, ik stoel een stapje naar achteren, jongens. Wat zullen we dan doen? We zitten chillen. Chillen? Chillen in de bubbelbad. Smoke weed every day. Wow. Robben, wat heb je voor geld? Kwans, ik ga straks iets halen in de snackautomaat. Oh, lekker. Mm-hmm. En jij, wat ga jij doen, Jens? Ik ga stoute bezoekers slaan. Oké, stoute bezoekers. Nou, ik hoop niet dat we stoute bezoekers krijgen, Jens. Ik hoor niet. Hoi. Wie ben jij dan? Ja, ik ben Donald Duck. Ik ben Vincent, hallo. Oh. Hallo. Hallo meneer. En wat bent u aan het doen hier, deze Belgenbank? Nou, ik zit wat, chill wat, kijk wat, en niet wat. Weet je wat? Zullen we met z'n allen afspreken bij de grote hub waar je naar de attractie kan, weet je wel, de vijver. Zullen we daar afspreken dadelijk? Is goed. Oké, dan ga ik jullie... Ja, dan zie ik jullie daar, ja? Ik zat ook tegen die draak zeggen daar, aan de overkant. Wat? Verzamel je dadelijk bij de vijver, ja? Ja, is goed. Tof, oké, super. Rust er even uit, hoor. Ja, rust maar even uit. Ja. Okay, hier, Lido, een stokje. Nee. Oh, nou, Robbe haalt wat... meneer Sam. Sam, hallo? Ja, wat is er? Zou u dadelijk willen verzamelen bij de vijver? Ja, is goed. Tof. Want ja, daar hebben we natuurlijk een mededeling voor iedereen. Oh. Even kijken, hoor. Dag meneer. Daarboven, hallo. Meneer. Oh. Hoi. Hoi. Meneer Erik, wat bent u aan het stunten, joh? Ja, prachtig uitzicht hier, joh. Waar zit jij naar te kijken dan? Die kant op. Een beetje de span zo. Een beetje... Oh, ja, super uitzicht hier. En als je heel verder kijkt, ja, dan zie je nog meer mooie dingetjes. Oh jee, maar die kunnen mensen pas zien als ze natuurlijk als de server open is officieel. Ja, precies. Oh, wow. Dus daarom zit ik alvast te genieten hier. Oh, lekker. Erik, vraag je. Zou je dadelijk naar de vijver willen komen? Oh, ja, dat is geen probleem. Ik denk dat ik... Tof. Ga ik nu direct naartoe? Is tot zo goed. Dan. Tot zo. Dag mevrouw. Hallo meneer. Dag mevrouw, wat bent u aan het doen hier? Ik ben aan het wachten totdat de paardjes eindelijk gaan beginnen met te rijden. Zal ik even vragen of ze gaan beginnen of niet? Uh-huh. Ja, want ik zit hier nou al een tijdje en... Ga nou eens. Ik hoor iemand. Ga nou eens rijden. Ga nou lopen. Oh, meneer, wat is er aan de hand? Ja, ze lopen niet. Ik heb ze al een woord gegeven, maar ze willen niet lopen. Ik zal ze even vragen, want... Oh, ja. Er zitten ook echt twee van die zware mannen op. Hallo mannen. Hallo. Oh, zo. De paard is best wel
doe jij eens even rustig, meneer de paard. Wat heb je gedaan met die paarden? Want ik hoor dat ze. Nou ja, ik probeer eigenlijk Anki van Gunsven te verslaan, zeg maar. Maar hij doet niks. Oh. Hoe werkt zo'n ding? Heb je hem benzine gegeven? Ik heb hem van alles lopen te vreten gegeven, maar dat beest dat loopt niet door. Ik ga het even aan de bestuurder vragen. Meneer de bestuurder, hallo Kevin. Hallo. Meneer de Hulk, u bent toch een superheld? Dan hoort u die paarden gewoon even netjes te temmen. Ja, maar volgens mij lijkt het of deze huiskar niet eens vooruit komt. Wacht, ik zal die mensen even vragen of ze niet te dik zijn. Meneer, hier zo, meneer. Hm? U bent een record, Ralf. Ralf, je bent natuurlijk wel een grote man. Ja, ik ben een grote man. Dus misschien als je uit de huifkar gaat. Wacht, ga jij vast naar de vijver, Bram? Ja. En kijken of die ervoor uitgaat. Ja, maar ik hoopte eigenlijk dat de Hulk hem op zou tillen. Ja, nou, ik weet niet wat ik ga doen. Nou, loop maar. Maar hij heeft een vrije dag vandaag. Vooruit. Gaat hij al vooruit of niet? Maar er gebeurt nog steeds niks. Nee, ik weet niet waar je die paarden vandaan hebt, maar. Mevrouw, ik heb gehoord dat draken zijn, die kunnen nogal veel vlees eten. En die eten heel veel zooi en zo. Zou u naar de vijver toe willen? Oké. Ja, sorry, is niet negatief hoor. Ik kom er dadelijk ook naartoe. Dat is beloofd. Oké, tot zo. Oh, ze vliegt. Ja, draken vliegen natuurlijk. Hey, ik denk dat we maar moeten lopen hoor. Want die paarden die gaan niet. Ik denk dat we nog een motortje in de reet moeten douwen. Ja, dan. Misschien wel, ook. Ik denk het wel, zo. Ja. Nou jongens, kom er maar vanaf dan. Nou, we gaan wel gewoon lopen. Zouden jullie samen met de Hulk, die tilt u misschien wel op daar naartoe, zouden jullie naar de vijf willen gaan? Ja, tuurlijk. Oh, hij is sterk. Nou, ik loop wel, ik hoef niet. Oké, super. Hé, wat een mens hier. Wat een volk. Nou, ik ga eens even kijken, want ik loop gelijk even mee. Zo, dan, 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 dan. Oké, dit is niet Krafkassa's. Even kijken, kunnen we hier wat kopen? Ik zou mevrouw. Oh, deze had staar, laat maar. Ik heb een kaartje. Zo. Lijkt wel of deze ook staar heeft. Ja, dan wel staar. Dag meneer. Nou, staar. Ik wil heel graag. Treed binnen, jongeman, treed binnen. Dank u wel. We gaan naar binnen. Kom er maar in. Oh, hallo jongens. We hebben een nieuwe bank. Hallo. 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 Hoe is het met jullie allemaal? Hallo Herman. Goed hoor. Hallo Herman. Lekker mals. Jij ook hier? Hallo. Mals. Jazeker. Tof. Nou, we kunnen eigenlijk met z'n allen met trots zeggen dat Disneycraft op de gaande 100 gaat. Hoe bevalt dat? Mm-hmm. Hoe is dat nou? Wow. Awesome. Hey, wow. Echt legendary. Hè? Toch niet normaal. Gewoon zoveel. Zoveel afleveringen en we zijn nu zo ver en je ziet op de achtergrond 2.0 Disneycraft. Het wordt veranderd, zoals je ziet, echt, het is compleet veranderd en dat allemaal door dit geweldige bouwteam. Ik weet dat er heel veel mensen ook niet bij zijn, maar die vergeten we ook sowieso zeker niet. Laat vooral voor heel deze crew een groen duimpje achter voor het werk wat we allemaal hebben gedaan. We willen daarmee wel zeggen dat we nog steeds bezig zijn met bouwen. Echt ontzettend. Maar we zijn zeker wel 60-70% al klaar van wat we willen bereiken. En hoe vet wordt het? Hebben jullie al een beetje een mening heel erover? Vet. Heel mooi. Laat ik het zo zeggen. Oh. Ja, zo wordt het. Oh, explosief geweld. Vincent, explosief, een probleem. Ja. We hebben geen rekening gehouden. Het is te vet, die past toch nooit door die poorten. Het is frietvet. Oh. Je hebt frietvet, ja. Kijk nou. Ja, ik weet het ook niet. Nou ja, het zal wel goed zijn, toch? En, dankjewel voor de stok. Ja, ook die is mooi stok. Dat zijn de frietjes. Dio. Ja. En de mensen, die kunnen daar gewoon weer hele nieuwe huisjes kopen, hè? Dat is waar. De oude vertrouwde huisjes zijn er, maar... Er is meer. Laten we het zo noemen. Okay, er is meer. Wauw, ik ben heel benieuwd wat er meer is. Want inderdaad, het geld wat iedereen ooit heeft verdiend en heeft besteed aan huisjes, dat staat dus allemaal op je bankrekening weer. Dus dat is allemaal weer teruggegeven. Alles, tot de laatste coins. Dus heb je een huis gekocht en ik verdik mijn coins zijn weg. Absoluut niet, ze zijn allemaal op je rekening gegaan. En ja, het wordt gewoon vet. Erik, wat kan jij erover zeggen, joh? Meneer de Hotdog.
Ja, dat onder andere. Nee, het was... Ja. Ja, lekker gewoon. Echt zo'n zin in. Ik ben echt zo ook benieuwd wat de bezoekers er dadelijk van gaan vinden. Ja, want jij geeft een hint echt, met dat broodje. En geef jij weer een hint. Ja, sst, ja. Oeh, ja. Dat zal er veranderen zijn, jongens. Oh, nou dat gaan ze wel zien. En Dennis, wat kun jij voor hint geven voor de mensen? Echt, alles is veranderd. Alles. Alles. Normaal. Alles. Het wordt lastig. Ja, het wordt lastig. Maar bijna wel, ja. alles is aangepast. En ik denk dat voor mensen ook weer helemaal zoeken is om... Ja, de attracties zijn wel een beetje hetzelfde gebleven qua waar ze staan. Maar ook attractieaanpassingen. Maar het gaat meer om de paden inderdaad, hè? Ja, het is een heel ander doolhof geworden. Nee, echt, het is veel verbeterd. Het is veel overzichtelijker, hè? Overzichtelijker, klopt. Ja, het is niet meer zo van dunne paardjes. Sorry. En Irma... Wat kan jij er nog vertellen over? Moet ik het grote geheim al vertellen? Nee. Nou, de meeste mensen weten wel iets. Maar je mag wel iets zeggen natuurlijk, speciaal voor in aflevering 99. Ja. Er komt een nieuw kasteel. Of ja. Er is eigenlijk al een nieuw kasteel. Die is er al. En ja, jullie zien lekker helemaal niks. Hoe hoog ik ook vlieg, je gaat er lekker niks van zien. En dat houden we ook zo. En wat kan je daarover zeggen over het kasteel? Het eerste kasteel, net zoals in de vorige aflevering, was eigenlijk... Het vorige kasteel was meer blokkerig. Ja. En dit kasteel is meer... met meer torens en zo. Ja, het is wat dunner ook en het is wat minder blokkerig. En het is eigenlijk bijna een complete attractie geworden. Maar er zit ook attractie beneden in de kelder. Dus, en dat weet je waarschijnlijk al dat het natuurlijk al de Disney World is. Sommige van jullie hebben hem al bezocht en sommige niet. Maar het is wel een van de grootste dark rides die we ook hebben. Maar over grote dark rides gesproken ga ik meteen even naar deze jongeman. Hallo meneer Sam, wat kan jij zeggen over eventueel dark rides? Ja. Wachten in spanning. Ja, Sam maakt het nu al heel spannend. Sam. Oh jongens, Sam. Ja, Sam. Sorry. Sam. Wat kan jij vertellen over... De grote dark rides. Hij is sprakelijk van. Houdt de spanning erin hoor. Hey. Ja, dat is... Het wordt wel heel spannend. We zijn bij de dark rides. Die zijn nog spannender geworden. Nog darker. Maar wat... En er zijn er ook nog meer komende. Kijk, dat wil ik horen. Nieuwe dark rides voor jullie. En ook... Maar welke, dat wordt is nog even geheim. Ja, absoluut. Goed gezegd. Sowieso. En, hallo meneer. Meneer Leroy. Hallo. Wat kunt u zeggen over een eventuele Cars-attractie? Die compleet veranderd is. Helemaal vernieuwd. Iedere steen. Helemaal gesloopt. Alles. Ja. Elk steentje, alles gesloopt. Alles euro-ongeloot. Tof. Ja. Nou mensen. En over Disneycraft zelf, het is nog magischer. Het geeft meer een Disney-gevoel, dat klopt. En, we hopen dat jullie van genoten hebben. En laat vooral een like achter nogmaals voor deze mensen. Want heel tof. En ook, tof. Blijf kijken. Wanneer aflevering 100 komt, dat durf ik nog niet te zeggen. Want dat gaat heel groot en mooi worden. Het wordt echt een hele lange aflevering. Ga er maar vanuit. Het wordt fantastisch met korte filmpjes. Zie het als een soort show die komt. Ja, het wordt fantastisch. Mensen, bedankt. En echt tof dat jullie Disneycraft steunen en kijken de afleveringen. Zonder jullie is er ook gewoon geen pretpark. En dat is gewoon waar jullie gewoon echt... Dat moet je echt onthouden tot gewoon de kern van je hoofd. Hersencel. Oké. Ja, ik moest wat zeggen. Beetje drama erachter. Nou. Tam. Doen we nog een enthousiasme? Er moet eigenlijk wel officieel. Eigenlijk deze keer wel, hè? Dit is wel oldschool. Old school. Ook een ik hou van knakworst. Jij houdt van knakworst. Die is. Hij houdt van knakworst. Oh, want dat was in de eerste aflevering. Oeh. Ik hou van knakworst. Jij houdt van knakworst. De eerste secondes. En niemand weet waar dat over ging. Misschien wordt het ooit nog eens duidelijk. Waarom de knakworst? De knakworst, het mysterie van de knakworst. Waarschijnlijk moet ik wel 2 blikken knakworst gaan openmaken tijdens de opening. Letterlijk de opening. Zullen we nog even een keiharde enthousiasme doen door zo hard mogelijk te grijpen in de microfoon? Oh, weet je dat zeker? Bescherm je enthousiasme. Headphone user. 3, 2, 1.
Oh, wat je was headphones, ja, dat wordt geen garantie opgeleverd. Ja, ik zou op eigen risico. Je luistert nu op eigen risico. Ja, ja. Eigen risico. Ja, vanaf tel hem af. Ik tel hem af. Oh jee. 8, 3, 24, 2, 1. Sorry mensen. Sorry voor jullie oren. Yeah. Ik hoor jullie niet meer, jongens. Ligt aan mij? Sorry dat je doof bent. Ligt aan mij, jongens. Ik hoor niks. Is het een suis? Oh, radio, frequentie. Ik zet hem even scherper. Zo. Oké, bedankt, jongens. Bedankt voor deze kapotte headsets die jullie hebben gezorgd. Graag gedaan. En lukt trouwens die Disney pakjes. Schattig. Ik zie nu pas. Nee. Doei doei. 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 Jongens, ze lopen nog steeds niet hoor. Echt waar, ik heb alles geprobeerd. Je krijgt ze niet aan de praat. Nieuwe batterijen. Ja, duur dat zelfs op. Echt, hè? Ja, misschien moet je ze wortel geven. Nee, hij had niet, Bram. Echt niet. Ah.